Een nieuwe innovatie in de precisieteelt van gras is de Yara N-sensor. Deze op het dak van de trekker gemonteerde gewassensor meet voortdurend de stikstofbehoefte van het gras aan de hand van de hoeveelheid biomassa in 50 vierkante meter om de trekker. Deze meetgegevens worden direct doorgestuurd aan de boordcomputer die de kunstmeststrooier voortdurend aanstuurt. De techniek wordt op dit moment volop getest binnen het project Grass for Farming. De techniek van de Yara N-sensor wordt al meer dan 15 jaar in de graanteelt en dan met name in het buitenland gebruikt. De uitdaging is nu om eiklijnen te ontwikkelen voor gras aan de hand van andere sensordata die binnen het project worden verzameld. De Yara N-sensor heeft als voordeel dat het een goedkoop alternatief is voor gewaskaarten verzameld met de EB-drone en dat gegevens verzamelen, verwerken en toepassen in één werkgang gebeuren. Loonwerker Christel Thijssen nam het initiatief om de sensor geschikt te maken voor grasteelt. Voor de camera legt hij uit hoe de Yara N-sensor werkt. We kalibreren eerst die sensor door middel van 50 meter te rijden in het perceel ongeveer. Dan hebben we die waardes binnen. Dan weten wij wat die boer maximaal wil strooien en minimaal wil strooien. Dan sturen we die data al onder het rijden met een gangetje van 15 km per uur naar die strooier toe. En dan gaan we rijden puur op GPS en dan stuurt die sensor de data naar die kunstmeststrooier. En waar hij minder moet strooien, strooit hij minder. En waar hij meer moet strooien, strooit hij meer. Tot een maximale gift natuurlijk. Melkveehouder Piet-Jan Thiboudier liet in 2018 zijn grasland al strooien met de Yara N-sensor. Ja, ik zie dat het werkt doordat wij dit voorjaar 4 big bags met kunstmest over hebben gehouden. Waardoor ik eigenlijk de kunstmeststrooi voor niks heb laten doen. En daardoor je ook weer bespaart op die kunstmestruimte en het milieu. Ik wil eigenlijk met de beschikbare mineralen meer van mijn grasland afhalen. Waar ook meer potentie is. Want grond is duur, dat is het duurste productiemiddel onder ons bedrijf. En als we dat beter kunnen benutten, halen we ook betere gehaltes in de melk en meer melk per koe. Zonder dat er heel veel krachtvoer tegenaan hoeft. Kunstmest laten strooien met de Yara N-sensor is in de praktijk inmiddels mogelijk. Tegelijkertijd zijn er dit jaar proefvelden aangelegd om de werking van de Yara N-sensor verder te onderzoeken en door te ontwikkelen. Resultaten daarvan worden later dit jaar verwacht.